is een goeie gooi. Je de boer, je de boer. Gooi is een goeie gooi. Daar draait alles om bij het Jeu de Boule-spel. Een Frans spel, denkt menigeen, maar niets is minder waar. Het waren de Grieken die het voor het eerst speelden. Je hebt een houten balletje nodig en een aantal metalen ballen. En het is de bedoeling om die metalen ballen zo dicht mogelijk bij het houten balletje te werpen. De KBO Zeeland laat op de baan van Jeu de Boule-vereniging Le Sud zien dat zij met het spel bekend zijn. En wie het beste gooit, krijgt ook nog een prijs. Niet zo mooi, één keer gegooid met een bal van metaal. Blijft er voor jou nog maar één ideaal. Gooi is een goeie gooi, je de boer, je de boer. En dan krijgen we een derde plaats. En die hebben twee gewonnen wedstrijden en 13 pluspunten. En met de Helma van A en Henk van B. De tweede plaats die is voor met twee gewonnen wedstrijden 18 pluspunten. Mensen gezond en Jimmy de Nelsen. We hebben de eerste plaats en die hebben twee wedstrijden gewonnen en die hebben 20 pluspunten. Maria van Oud, Marijke Evers en Annie de Kampers. Welkom allemaal hier in de raadzaal van op dit moment nog de gemeente Uden, maar ook de raadzaal van de nieuwe gemeente Maasbracht straks. Lander TV was aanwezig op een persconferentie in het gemeentehuis van Uden. Burgemeester Marnix Bakermans van Landert en wethouder Franco van Langveld van Uden presenteerden de conceptbegroting gemeente Maashorst 2022. Na jaren van voorbereiding op de gemeentelijke herindeling, die per 1 januari 2022 in feite is, zijn ook de financiën van beide gemeenten samengevoegd tot één programmabegroting 2022. Het doel, het overdragen van een sluitende begroting, zonder OZB lastenstijging voor de inwoners en met een structurele bestedingsruimte van 500.000 euro voor de nieuwe gemeenteraad is hiermee bereikt. Er is zelfs meer financiële ruimte beschikbaar voor de nieuwe raad om haar ambities te realiseren, zo blijkt. Op 7 oktober volgt er een toelichting op deze conceptbegroting voor de raden van Landert en Uden en andere belangstellenden. Een gezond financieel fundament voor de toekomst van de gemeente Maashorst, dat is het uitgangspunt. Oké, dat was het. Nog andere vragen? Dank jullie wel.